Dit is de top 5 van de meisjeswedstrijd U19 voor de finale van de Beker van Vlaanderen. Op nummer 5, Lize de Voogd kreeg groen licht van de cameraman voor een steal, de hustleplay en een mooie finish aan de andere kant. Op nummer 4 hebben Lenny de Klerk met de drive naar de basket, spin move voorbij twee verdedigers, binnenleggen, dat kan ze, plus nog een foutje meekrijgen. Op nummer 3, belt Marie Vervaat, Becky with the good hair, voor een assist op haar eenvoudige 2 punten. Elena Vilfon ging naar de ring à fond. De no-look pass naar Becky Messi maakte de actie helemaal af. Hierdoor een plaats op de nummer 2. Messi eindigde de partij met een double-double. Op nummer 1, Messi opnieuw. Deze keer met een defensieve actie. Naar het schijn probeerde Maxime Naert naar de goal te gaan, maar Messi dacht daar anders over. Not today, not today.